Al jaren klagen bewoners van landelijke gebieden over de penetrante geur van steeds grotere varkens- en pluimveebedrijven. Ja, als je dan zo doet, dan ruik je gewoon net of je in een stal staat. Als je daar niet tegen kunt, moet je daar niet gaan wonen. In het Brabantse Deurne, waar de veedichtheid ongekend hoog is, strijden bewoners al jaren tevergeefs voor een gezond leefklimaat. Vertrouwen hebben in de overheid, ja, dat is eigenlijk tot een dieptepunt. Ze verdwalen in een juridisch en democratisch doolhof. In de wet is er niets geregeld om serieus stankoverbelaste situaties te saneren. Zembla onderzoekt de strijd tussen burgers. Ik ben ook helemaal niet tegen boeren, maar door de hoeveelheid, de overlast die ze verzorgen, dat is gewoon verschrikkelijk. Boeren. Als ik het over stank heb, vind je dat vervelend? Ja, dat vind ik vervelend. Vind je vervelend? Ja, dat vind ik echt. En bestuurders. Voor de een kan iets heel erg stinken en dat kan voor een ander best wel meevallen. Het stinkt hier vaak ontzettend naar veestallen. Ja, als je dan zo doet, dan ruik je gewoon net of je in een stal staat. Dan denk je van, sta ik nou in een varkensstal? Of in een kippenstal? En als je daarmee naar binnen neemt, dan ruik je daar binnen ook. Ans van Maris is er elke dag mee bezig. Stankoverlast. Samen met haar man Cor woont ze net buiten de bebouwde kom van Deurne. Een dorp in de Brabantse Peel. Je zou natuurlijk kunnen zeggen, u woont op het platteland. Daar heb je boeren. Ja. Die hebben beesten. Ja. Die hebben mest. En dat stinkt een beetje. Ja, dat is ook zo. Maar het is niet meer in verhouding. Links hebben wij kippenbedrijf met varkensbedrijf. 100 meter verder. Er zit een heel groot zeugen varkensbedrijf. Kom je daaruit, zijn 6 of 7 van die grote megastallen. Dan ga je verder, dan zit er ook weer een heel groot bedrijf met varkens. Dan draai je nog een beetje verder, dan zie je daarachter ook 2 grote bedrijven. Ik kan het niet schatten hoeveel varkens en hoeveel kippen er hielden. Kan je niet schatten. De schaalvergroting stuit op steeds meer weerstand. Boze buren beginnen rechtszaken tegen de gemeente. Zoals hier, bij de Bosweg. Waar de situatie sinds 2014 volledig is geëscaleerd. Zeg maar de eerste heg, hè, dat is van mijn kavel. Ja. Dan heb je de van de buurman. En daarachter, daar zouden we gewoon een stal komen met 40.000 kuikens. Lon Hillekens kwam pas achter de uitbreidingsplannen nadat de gemeente de vergunning al had verleend. Waarom ging het allemaal zo in het geheim? Nou, ik denk dat hij het niet vertelt, omdat hij weet dat we er niet achter zouden staan. Ja. Maar ja, jullie komen er een keer achter. Ja, maar ja, als de vergunning verleend is, dan is hij volgens de wetgeving onherroepelijk. En dan draai je hem niet meer terug. Het enige dat Hillekens kan doen, is de zaak aanhangig maken bij de provincie. Die heeft een speciaal urgentieteam dat bemiddelt bij dit soort kwesties. Geert Verstegen maakt in die tijd deel uit van het urgentieteam. Uiteindelijk zei die boer, ja, maar ik heb vergunning. Ja, dat wordt betalen. Wat heb je te bieden? Het urgentieteam ziet maar één oplossing. De boer met financiële middelen verleiden om de megastal niet hier te bouwen, maar op een plek waar minder mensen wonen. En als je daar dan met elkaar het gesprek over hebt en je wil er gezamenlijk uitkomen, dan vind ik het heel legitiem om aan die groep die daar dan aan tafel zit de vraag te stellen van, goh, wat hebben we er dan gezamenlijk, dus ook jullie burgers, voor over? Dat vond u een legitieme vraag? Dat vond ik in die situatie een hele legitieme vraag. Dat is toch absurd? Waarom is het absurd? Wij moeten gaan betalen voor schone lucht. We hebben het er toch niet om gevraagd voor die vergunning? Kijk, als ik ergens in een buurt woonde, hè, want u stelde mij net de vraag van, god, als u daar zou hebben gewoond, hè, wat zou u dan gevonden hebben? Toen zei ik van, nou, daar zou ik wel problemen mee hebben gehad, zo'n stal op zo kort bij mij op de woning. Nou, zo vind ik ook, hè, als mens. Dat het mij wat waard moet zijn om en ik over moet hebben voor mijn woongenot. Dus u zou bij wijze van spreken een lening moeten afsluiten? Of uw spaarrekening plunderen? Nee, dan zouden we naar de bank moeten, ja, om te kijken hoe we dat moeten financieren. Ja. Zover komt het niet. Uiteindelijk is het de provincie zelf die de portemonnee trekt. De boer krijgt €750.000 gemeenschapsgeld om zijn bedrijf te verplaatsen. Nou, eind goed, al goed. Ja, daar hebben we wel een feestje gehouden, ja. De provincie en de gemeente zetten beide een handtekening onder een verbeterplan. Dit is dat verbeterplan, hè? Ja. Daarin staat dat voorkomen moet worden dat er op de Bosweg nieuwe overlastsituaties ontstaan. De luchtkwaliteit is hier namelijk al slecht. Ik zie op meerdere plekken in het document staan dat ze willen voorkomen dat dit nog een keer gebeurt.
Dat schrijven ze op. Dat schrijven ze op. Maar terwijl de verplaatsing van de boer van de Bosweg nog in volle gang is, start zijn broer, die aan de overkant woont, een vergunningprocedure voor 2 nieuwe stallen met 80.000 extra kippen. De gemeente geeft in 2021, ondanks de belofte uit het verbeterplan, de vergunning af. Wat zijn deze beloftes en deze waarschuwingen dan waard gebleken? Klaarblijkelijk helemaal niks. Dus vertrouwen hebben in de overheid, ja, dat zakt tot een dieptepunt. Waarom zou het boerenbelang zwaarder wegen dan dat van de burgers? De verantwoordelijk wethouder is Marinus Biemans. Maar het erge is natuurlijk voor deze mensen dat ze eerst heel veel gedoe hadden met een stal die hier zou komen. Ja. En zij zeggen, ja, en dan is het toch wel idioot dat het dan gewoon aan de overkant van de weg ondertussen wel zo'n stal komt. Mm-hmm. Maar jullie hebben hem vergund. Klopt. Ja, wat je ziet in Nederland en ook in Deurne is dat we met elkaar op een postzegel leven. Hè? Je hebt natuurbelangen, garagebelangen, inwoners die overlast ervaren. En dat komt op deze locatie komt dat daadwerkelijk samen. En dat is gewoon voor die mensen natuurlijk echt heel vervelend. En die wil ik graag horen hoe ze dat ervaren. Hoi, goedemiddag. Mag ik binnenkomen? Jazeker. Hoi. Wethouder Biemans zegt dat hij de zorgen van Lon en zijn buurvrouw goed begrijpt. Tegelijkertijd stelt hij dat hij de vergunning wel moet verlenen, omdat het nieuwe stalsysteem voor iets minder stank gaat zorgen. Als het beter wordt, dan moet ik verlenen zelfs. Zo is het in de wet bij wet geregeld. Ja, maar ook als hij nog slecht is. Als hij slecht blijft. Hij wordt beter. Dat weet de wethouder niet. De wethouder baseert zich op rekensommetjes waarvan in de praktijk nooit wordt gecontroleerd wat die werkelijk doen. Maar komen jullie dan langs om te meten of het stinkt? Of meet u dat? Er wordt gecontroleerd op basis van de vergunning die verleend is. Ja. En als het daarom wordt voldaan, dan voldoet hij aan de vergunning en is het gewoon goed. Wusten pakt de vergunning voor de nieuwe kippenstal erbij. Dat is nog maar een deel van het dossier zelf. Hoppakee. Maar dit zijn allemaal modellen dus? Dit zijn allemaal rekenmodellen. Dit zijn geen echte metingen? Allemaal op basis van aannames dat zou optreden. In de vergunning wordt gerekend met gemiddelde emissies. Niet met de feitelijke stank. Vleeskuikens die beginnen heel klein. Dan geven ze natuurlijk weinig stank. Op het moment dat ze groot zijn, dan geven ze heel veel stank. Hoe zit het rekenmodel in elkaar? Ze rekenen met een gemiddelde. Zou het niet logisch zijn om dan ook in het rekenmodel op te nemen dat je de piekbelasting moet berekenen? Wat je ziet is dat in de wet een regelgeving, hè, dat ik toets aan het gemiddelde overlastniveau qua geuroverlast. Hè, en niet in die pieken. Maar in die laatste paar weken hebben jullie het meeste overlast. Wat is dat voor een wet die geen rekening houdt met de stankoverlast waar Lon en Toos feitelijk mee te maken hebben? Deze wet is bedoeld om de belangen van de veehouders te beschermen. Het gaat om de wet Geurhinder en Veehouderij uit 2007. Architecten van deze wet zijn voormalig melkveehouder Ger Koopmans van het CDA en VVD-Kamerlid Annex Pluimveehouder Gert-Jan Oplaat. Wat het erge van de regeling is dat het geen enkel probleem oplost. Dat het eigenlijk alleen maar een regeling is in het belang van de ondernemer. En waarmee de omwonenden nauwelijks iets opschieten. Ja, daarvoor zit je er. Hoe bedoelt u, daarvoor zit je er? Ja, kijk, mijn achtergrond is agrarisch. Dus ik zal altijd met een agrarische blik kijken, met ondernemersblik naar de regelgeving. Ja. Sinds 2015 is Oplaat voorzitter van de Nederlandse pluimveeverwerkende industrie. Hoe kijkt hij terug op de rol die hij als parlementariër in dit beladen dossier heeft gespeeld? Mijn inzet was dat die boer kon blijven boeren. Ruimte kon blijven houden om zijn bedrijf te kunnen ontwikkelen. Ja. En dat heb ik altijd wel in mijn achterhoofd gehouden en me ook mee bezig gehouden. Maar ook snapte ik wel dat er burgers kwamen te wonen, dat die ook beschermd moeten worden. Mm-hmm. En dat is het lastige ervan, om daar het evenwicht in te vinden. De boer kreeg een opdracht, je hebt zoveel odeur mag je uitstoten. Yeah. En je krijgt daarbij de opdracht om die odeur te gaan verminderen. Maar wie controleert of die nieuwe stal daadwerkelijk zorgt voor minder stank? Gewicht meet je in kilo's, geluid in decibellen. Hoe meet je geur? In geureenheden. Geureenheden? Geureenheden, ja. Bij de Bosweg in Deurne treffen we Hugo van Bellois. Al meer dan 30 jaar geurexpert. De wet geur in de veehouderij. Hoe die in elkaar zit qua normstelling. Ja. En de manier waarop die in de praktijk moet worden gebracht. Ja. Leidt tot meer hinder. Wacht even, de wet geurhinder leidt tot meer hinder? Ja.
De wet geeft ondernemers de kans om gebruik te maken van de zogeheten 50%-regeling. Als je een nieuwe stal bouwt die zorgt voor minder uitstoot, mag je als beloning extra dieren houden, waardoor de uitstoot weer toeneemt. Kortom, in de wet is er niets geregeld om serieus stankoverbelaste situaties te saneren. En dan zie ik uw buren om een Zwangse Dijk 7. Dus dat zijn Arie en Toos, toch? Dat zijn Arie en Toos, ja. Daar mag het ook maar 5 stinken. En die gaan straks naar 11,8. Dus zelfs op papier is dat nog meer dan 2 keer zo erg als de norm. De leefmilieu blijft slecht. Dit is de voicemail van... De boeren op de Bosweg die hun bouwplannen tegenover Zembla niet willen toelichten, mogen dus legaal ernstige stankhinder veroorzaken. Met grote gevolgen voor de buurt. Zeker wanneer de kippen groot zijn. Ziet u dat huis daar? Ja. Die mensen hebben een piekbelasting volgens de vergunning van 30 geureenheden. Ja. Dat is serieus, hè? Dat is heel serieus, ja. Dat is niet leuk. Ja, dat is een hele plaatselijke situatie op één bedrijf. Nee, dat is niet een hele plaatselijke... Nee, deze 50%-regeling zorgt landelijk voor problemen. Ja, is dat zo? Ja. Dat is mij nog nooit geworden. Je bent de eerste die mij mee confronteert. Ik heb er zelf nog nooit geworden. We leggen de merkwaardige situatie aan wethouder Biemans voor. Hij heeft immers de vergunning verleend. 26, 30. Ja, dat is niet fijn voor de omgeving. En u heeft er een stempel op gezet. U heeft gezegd, oké, boer, u mag deze uitbreiding realiseren. Het gaat over de ontwikkeling. En uiteindelijk, het is een overlast situatie. En die situatie wordt door het verlenen van die vergunning minder slecht. Maar hij is nog steeds slecht. Dat is wat we hier zien. Maar echt serieus slecht. Ja, en toch heb ik dan als wetgever, kan ik niet anders dan die vergunning verlenen. En als ik dat niet doe, dan word ik door de rechter teruggefloten. En die zegt dan, je hebt deze vergunning toch te verlenen. Voelt u zich dan een beetje machteloos? Nou, dat proeft u wel een beetje natuurlijk. Hè? Alleen ik heb geen gereedschap om dat aan te kunnen pakken. Ook lokale politici zeggen, deze wet werkt niet. Nee, dus als dat zo is zoals u dat schetst, dan zullen ze de wet moeten aanpassen of een nieuwe wet moeten gaan maken. We willen Vivianne Heijnen interviewen. Zij is de verantwoordelijk staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat. Ze stelt voor om in Deurne af te spreken. De minister van Landbouw, Henk Staghouwer, komt ook mee op werkbezoek. De bewindspersonen gaan in gesprek met Lon, Toos en Cor. Ook de wethouder is van de partij. Het lastige is, er is geen definitie van wat is nou geuroverlast. Nee. Dus voor de een kan iets heel erg stinken en dat kan voor een ander best wel meevallen. Dit is knikklaar onze. Nou, maar wat wij nu proberen te doen, dat is ook objectief vast te stellen wat nou precies geuroverlast is. Lon vertelt over de spanningen op de Bosweg. Over de boer die wordt verplaatst omdat er sprake is van een overbelaste situatie. Waarna zijn broer een vergunning krijgt voor 80.000 extra vleeskuikens. In dezelfde periode als de andere kant op met een vergunning bezig was. Hoe denkt u dan dat wij vertrouwen krijgen in overheden? Wij willen echt proberen dat vertrouwen weer terug te winnen. Nou, dat is niet makkelijk. De wethouder legt maar weer eens uit dat hij klem zit. En hoe gaan we dat verder oplossen? Daar heb ik de andere overheden hebben samen nodig om te kijken hoe we dat voor elkaar kunnen krijgen. De bewindspersonen beloven betere afstemming met de wethouder. Maar veel concreter dan dat wordt het niet. We willen zien wat er aan de hand is. We willen voelen wat er aan de hand is. We willen ruiken wat er aan de hand is. En uiteindelijk moet dat leiden in Den Haag tot een andere manier van kijken naar de agrarische sector. Er zijn zorgen die ik vandaag heb gehoord. En ik vind het wel belangrijk om dus echt even goed te laten kijken van deugt die wet, deugt die niet. Mm-hmm. Maar die is al geëvalueerd. Hè? In opdracht van een voorganger van u is die geëvalueerd. Ja. Kwam gewoon uit, hij deugt niet. Ja, ik kan het ook niet mooier maken. Dus wat gaan jullie dan concreet doen? Zeker kijken naar de wet en kijken of die volstaat of niet. En op het moment dat die niet volstaat, dan gaan we daar gewoon mee aan de slag. In deel 2 van Stank en Strijd lopen de spanningen in Deurne hoog op. Maar om te ontkennen dat je niks ruikt, nou, grotere leugen kan ik niet meer verzinnen. Als ik ook een groot probleem heb.